Oké, we gaan X-Ways Hoarder X-Split spelen van No Limit City. Hele mond vol. Super bizar spel. Met Bunker Raid Spins als de Free Spins bonus. Dus de officiële naam is X-Ways, maar de bekende X-Ways van No Limit City. En dan Hoarder X-Split. Of. Ja, waarschijnlijk is het gewoon X-Ways die feature en die split feature. En heet het spel gewoon Hoarder. Ja, of het is de volledige naam. Ik weet het eigenlijk niet, maar we noemen hem gewoon Hoarder om het makkelijk te houden. Het is een heel gevaarlijk spel. Laten we daarmee beginnen. Ik heb al aardig wat geld al mee kwijt. En het duurde eeuwen voordat ik de bonus kreeg. Maar ik heb de bonus inmiddels gehad. Die ga ik hier achteraan plakken en dan geef ik ook meteen de beoordeling van het spel. Dus ik doe het eigenlijk nu een beetje andersom. Maar dan kom, ik heb hem al zo vaak gespeeld. En elke keer kreeg ik die bonus maar niet. Maar nu heb ik hem eindelijk gehad, dus ik denk dan maak ik meteen ook de review ervan. Ja, we gaan beginnen te spelen. We zullen op 80 cent doen. Ja, zoals jullie inmiddels bekend zijn van No Limit City, is dit ook weer een echte alles of niets kas. Dus ja, in 9 van 10 gevallen speel je al je geld weg. En in het geval dat je wel geluk hebt en de bonus pakt, kan je nog pech hebben dat je een flutbonus hebt. Want 1 op de 30 of 40 bonus is pas echt leuk. Maar dan kan je ook echt wel een heel dikke pakken. En zoals hier linksboven staat, 11.000 keer je inzet pakken. De zijnkasten van No Limit City tegenwoordig die 33.000, 50.000 of zelfs 100.000 keer je inzet kunnen uitbetalen. Maar deze gaat tot 11.000. Maar ja, op 80 cent zal dat een kleine 10.000 euro zijn. Meer dan genoeg voor mij. Ik hou er persoonlijk wel van. Je moet 3 van die Fallout scatter symbolen hebben. Zo'n nucleair, met dat nucleaire symbooltje. Ik waarschuw je alvast. Ik zeg al. Of ik had gewoon enorm veel pech, maar het duurde gigantisch lang voordat ik eindelijk een keer die bonus had. Er kunnen ook nog zakjes chips in beeld komen. Gaan we dadelijk kijken of we die kunnen zien. En de bekende X-Ways, die de rollen groter maken en meer symbolen aan toevoegen. En ja, de zakjes chips, dat is eigenlijk de split feature. Die snijdt een bepaalde. Of tenminste, de vakjes op die rol waar die op valt, snijdt die door 3 volgens mij, of door 4. We gaan kijken of we hem dadelijk nog kunnen zien. Als je 2 bonus features hebt, gebeurt er verder helemaal niks. Behalve als er een zak chips komt, dan veranderen die 2 bonus symbolen in X-Ways. Dus dan kan het heel interessant zijn als je bijvoorbeeld 2 bonus symbolen hebt op de tweede en derde rol en een X-Ways op de vierde rol. Ja, dan kan het echt gigantisch zijn. En als die zak chips dan valt, dan geeft hij er ook nog een multiplier aan. En dan kan je echt een hele dikke uitbetaling krijgen. Maar ik zeg al, deze is wel echt een heel gevaarlijke. Goed, kijk, eerst zakje chips. De No Limit chips. Op zich wel weer grappig verzonnen. Wat de zak chips nou weer met dit thema te maken heeft, ik heb echt geen flauw idee, maar dat maakt juist de spellen van No Limit City ook wel grappig. Ze zijn gewoon uniek, totaal anders dan alle andere spellen. Ze kijken ook niet zo nauw naar. Ja, ze doen af en toe gewoon een beetje gek en ik hou er wel van. Nou ja, qua symbolen. Het is een soort horror. Dat is de titel. Ja, wat dat. Inhoud, ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen. Ik ga het zelfs op gaan zoeken. Horror, klinkt meer als een horror nemen. Maar het is een beetje à la nucleaire, ja, Tsjernobyl-achtig thema. Dus dat Fallout nucleaire symbool, als bonus symbool. Je hebt hier een skelet met een of ander beschermend pak aan. Die heeft niet echt geholpen. Je hebt een of andere vage boer. Een of andere doctorandus. Een vrouwtje met een kastmasker op. Dat zijn een beetje de plaatjes die het meest waard zijn. En dan heb je nog die kleine dingetjes zoals de wc-rol. En een toverdrankje. Of wat is het? Een giftdrankje. Een geigermeter. Of tenminste om te checken of het radioactief is. En een jerrycan. Die zijn het minst waard. Waarop zeg, als je die met 3 X-Ways hebt,
dan kan het nog best leuk zijn. Je moet er wel echt drie hebben, want als je er... Flat Tire. Als je maar twee van die X-Ways hebt dan, en met deze inzet, dan win je een tientje, 20, misschien 30 euro max. Als je er drie hebt, dan, ja, dan kan het meteen echt dik zijn. Een paar honderd euro. En normaal als je nog multipliers hebt. En zoals je al ziet, de bonussymbool verschijnt niet heel vaak. En die X-Ways ook niet heel erg, dus het is echt letterlijk alles of niets. Oeh, ja, ik denk eentje extra moet hebben. En dan moet je ook nog eens het juiste symbool hebben. Hé, hey, Karin. Dat is op zich wel grappig. Die zie je trouwens wel vaak terugkomen in de No Limit City kasten. Dan weet ik niet of ze hiermee de Karin bedoelen die ja, wereldwijd eigenlijk erom bekend staat. Dus de, wat is het? De vrouw die nogal hoog van de toren blaast, om het zo maar te zeggen. Veel zuigt. Kijk, nou elkaar die chips. En dan maakt hij van de bonussymbool een... niks wees, sorry. Maar het is ook al 1 uur 's nachts, dus ik heb het al een beetje gehad. Nou, de eerste prijs, 3 euro. Ik zeg al, zo moeilijk te verslaan deze kast. En ik heb er nog geen mega klapper op gemaakt, maar je kan echt wel hele dikke prijzen mee winnen. Over die Karen trouwens, je hebt ook Karen Man niet, hè? Dat is ook weer een spel. Oké, kom op, alsjeblieft doe het. Alsjeblieft, of die zak chips op de bonus. Ah. Kijk, als hier die zak chips nog rechtsboven valt, of in, op de middelste rij, als je er nog 2 X-Ways van kunnen maken. Ja, bij de andere spellen van No Limit City heb ik nog wel wat gelukjes gehad. Met leuke line hits en leuke bonussen. Nou, het is bij mij deze nog niet gehad. Ik ben blij dat ik uiteindelijk nog de bonus heb gehad. Maar jullie zullen straks wel zien wat het resultaat is. Ik zal hem hier achteraan plakken. En ik zal daarom ook, ik speelde tot 50, maar dan ben ik er ook echt helemaal klaar mee. Ah, jammer, want hij doet weer niet heel veel. Ik zeg al, of ik heb gewoon de slechtste timing aller tijden. Of deze bonus is gewoon gigantisch moeilijk te krijgen. Maar hij... Dat is dan ook weer het gevaarlijk. Die bonus, als je hem krijgt, het is wel een leuke bonus. Potentieel leuk, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Kom op. Maak er nog eentje spannend, nog 5 draaien. Ik heb nog geen prijs gegeven. Kom op. Ah, weet je wat? Ik rook gewoon een sigaretje. En dan zien we wel waar ik kom. Ik stop als mijn sigaret op is. Waarschijnlijk op nul. Dat is wel een beetje het gevaar van in de nacht gokken. Dan begin ik moe te raken. En dan heb ik vaak zoiets van, joh, ik wil dat geld wel op. Wat eigenlijk een keihard zonde is natuurlijk. Maar goed. Mag wel kosten die reviews maken. Wat trouwens wel heel gaaf is bij deze. Het achtergrondmuziekje. Ik zal het iets harder zetten. Gewoon een lekker deuntje. Betaald muziek luisteren, zeggen we wel eens. Oh, het eentje tussen moet zitten. Is er nog ietsje van? Ik heb een stemmetje ook lekker. Ja, ik zie het al. Ik ga hem gewoon weer op, naar de nul draaien. Top. 1 keer een dikke line hit. Ik heb nooit een dikke prijs gehad met deze. En toch vind ik hem leuk, dat is nog het erge. Ja, we gaan hem gewoon tot 0 draaien. Ik heb het al. Ik geloof niet dat ik die bonus nog ga halen, want ik zeg al, de bonus symbool had ik bijna niet zien.
Kijk, die moet je dus hebben met die X-Ways. Kom maar, we doen niet boven 4 euro tegen. Net niet, hè? Dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar het is in ieder geval ook een keer spannend met de twee bonusgeboortjes. Of 3 X-Ways heb ik bij deze ook nog nooit gehad. En dan met splitter bij natuurlijk, zo'n zakje chips. No limit chips, dat is eigenlijk wel gaaf gedaan. Kom op! Ah, had een zak chips bij, had ik 3 wel het megawees gehad. Ah, het had in ieder geval de vrouwtje nog was geweest. Oh, verkeerde rij, hè? Nee, dat gaat hem niet meer worden. Of er moet een wonder gebeuren. En ik ben niet zo van de wonderen, ik ben meer van de pech. Kijk, nou maak ik er wel X-Way van, maar ik heb wel in ieder geval geel. Echt niet een prijsje gehad, hè? Dat is 16 euro. Gaan we nog een keer een tientje krijgen of iets dergelijks? Ik ben bang van niet. $0.80, daar moeten we mee doen. De laatste tientje is aangebroken. Oh, misschien ook wel handig voor degenen die het langdradig vinden. Ik maak ook altijd playlists in mijn video, dus als je onderin over het videoschermpje gaat, dan kan je op de titel klikken en dan verschijnt er rechts in de menulijst. Kan je direct bijvoorbeeld naar de bonus gaan of naar de free spins ronde, et cetera. En dat werkt bijna bij al mijn video's. Dat was voor de mensen die mijn gelul af en toe te saai vinden, dan kan je gewoon een soort van doorspoelen. Nog 4 keer draaien. Ik zeg al, heb je meteen kunnen zien hoe gevaarlijk het was? En ik wist het eigenlijk al van tevoren, zo slecht. Laatste. Kan niks meer worden. Horror van No Limit City, dat was hem. Ik ga nog geen beoordelingen geven, die geef ik nadat ik jullie de bonus heb laten zien. En die komt er nu aan. Yo. Kom op. Kom op. Yes, eindelijk. Ik heb nog nooit gehad deze. Dat duurde lang, hè. Verzamel X-Ways. 1, 2, 3. En verwijder de symbolen. Oké, kom op. Iets, alsjeblieft. Rage spins. Dus X-Ways verzamelen. Dat is 1.
Moet er nog twee hebben, een beetje omhoog gegaan. Klop op de tweede. Doe het. Yes! Nog eentje. Doe het. Yes! Zinbodem eraf. Oké. Okay. Hop. Oh, klop. Op die tweede erbij. Dan wordt het dik. Oeh. Klop, doe het op die tweede, alsjeblieft. Mannetje, oh! Oh! Helemaal geen prijs, hè, niks. Oh, dat is de eerste. Iets van een prijs, hè. En ik kan echt wel dik zijn als hij die tweede die had moeten vallen, maar dat is nou te laat. Dat is toch wel een reden, hè? Want... Ja, maar nu die tweede moet vallen, kom op. Ja, nee, dat gaat nou niet meer, man. Die groene dan. Ja, ik zie er wel nog iets. 63 euro, dat is niet heel veel, maar ik heb hem eindelijk gehad. Ik heb hem zoveel geld gekost. Het is wel een leuke kast. Aantal speelde winst. Ik kan er 2 levels omhoog. Ja, het is wel een gevaarlijke kast, maar hij is wel heel leuk. Ja, qua beoordeling vind ik een lastige. Dat deuntje op de achtergrond wel gaaf, maar het duurde zo lang voordat ik deze bonus had, dus ik kan er echt geen 4 sterren of zo voor geven. Maar toch is het best leuk. Ik heb alleen super veel mee verloren. Maar ik handel 3,5 ster. Echt wel een grappig kastje. Te spelen bij Jax.nl. XW Hoarder X-Split, zo heet hij, van No Limit City. XW's Hoarder X-Split, ja, ik zeg het goed. Gevaarlijk spel, maar toch best grappig. 3,5 ster. Yo.